Wij staan met Zoe Liever. Je hebt net opgetreden hier op het podium. Hoe was het? Ja, het was echt heel nice, man. Goede energie van het publiek. Hele leuke mensen. De zon scheen natuurlijk ook. Dus echt heel, heel fijn. Wat ik wel bijzonder vond, je deed een stukje van Avond van Boudewijn de Groot. Ja, klopt. Waarom was dat? Nou, ik heb best wel veel muzikale legendes en ik heb hem ook op mijn EP gezet. En eigenlijk omdat ik het gewoon een heel mooi nummer vind. En Boudewijn vond het ook goed, dus toen kon het, ja. Hoe gaat dat dan? Je mailt hem, je belt hem, hoe werkt zoiets? Ja, ik zit bij Warner en de directeur van Warner is best wel goede, ja, best wel goed met Boudewijn. Dus die heeft het aan hem gevraagd en toen was hij eigenlijk helemaal oké. Okay. Hij zei veel succes, zo. Ik dacht, oké, okay, leuk. Oh, wat ontzettend mooi. Je bent door 3FM uitgeroepen tot een van de grote talenten van dit jaar. Is dat druk of is dat juist top? Hoe ga je daarmee om? Ja, het is wel een beetje pressure of zo. Maar ook alweer heel fijn dat je de erkenning krijgt voor je werk. Dus het is heel dubbel, maar ik ben er wel heel blij mee. En wat wil jij bereiken in 2024? Je had oudjaarsavond. Wat dacht jij, dit moet gaan gebeuren dit jaar? Nou, het Concert at Sea. Ik heb echt al jaren wil ik daar staan en dit jaar gaat het ook gebeuren. En dat was echt een droom die echt uitkwam, zeg maar. Dat is wel een soort goal. Ja. Waarom Concert at Sea? Ik ben zo'n fan van Bluff. Het is echt niet normaal, zeg maar. Mijn moeder die draaide het vroeger altijd. En Pascal, zijn stem, ja, ik kan er uren naar luisteren. Dus ik moest ooit in mijn leven daar staan. Ga je dan straks in de coulissen zo een beetje stiekem gaan gluren bij Pascal Jacobsen? Zo? Ja, dat je dan... Ja. Nou, niet eens stiekem. Nee, niet eens stiekem. Gewoon openlijk. Mag ik met je op de foto? Dat, zeg maar. Ja. Oh, wat goed, wat goed. En wat komt er voor je eigen muziek nog dit jaar? Mijn nieuwe single komt uit op 17 mei. En dan ga ik in principe om de paar maanden ga ik een single droppen. En in principe is mijn volgende EP eigenlijk ook al af. Dus. En waar gaat je nieuwe single over? Mijn nieuwe single gaat eigenlijk over dat je het moet winnen van de tijd. En niet altijd moet nadenken over wat je nog moet doen, maar moet genieten in het moment. Ja. Heb je dat net gedaan? Ik heb echt genoten, ja. Ja, ik denk dat het voor het eerst was eigenlijk dat ik zo kon genieten. Wij gaan zo meteen vier nummers van jou uitzenden. Dus het is eigenlijk een soort herhaling. Als jij je eigen optreden zou moeten aankondigen, hoe zou je dat doen? Waarom moeten mensen zo meteen nog wel even lekker blijven luisteren? Ja, ik denk dat het vooral een hele goede energie had, dit optreden. Het was goede energie, ja. En wat was die energie als je dat zou moeten omschrijven? Ik denk toch een soort van joy of zo, een soort vrolijkheid. En iedereen deed gezellig mee en ik was ook heel erg op mijn gemak. Dus dat, ja, dat werkte wel. Geen enkele zenuwen? Ja, ik had wel zenuwen hoor. Het lijkt nu alsof ik heel chill daar stond, maar dat was het niet. Ik had wel zenuwen, maar goede zenuwen. Goede zenuwen. En dan straks hopelijk ook goede zenuwen als je Pascal Jacobsen ziet bij Concert at Sea. Ja, ik denk dat ik wel ga janken. Ja? Ja? Is dat echt, wordt dat de eerste keer, denk je, dat je hem gaat zien? Ja, het wordt de eerste keer en ik hoop niet de laatste, maar ik denk wel de gênantste. Ik ben heel benieuwd. Wij gaan wachten op dat moment en dankjewel voor het interview. Fijne dag nog. Tot ziens, hè. Doeg!